Hoi, mijn naam is Demi en ik help ondernemers met creatieve videocontent op social media. De laatste 3 weken, zoals ik al zei, zijn 1 grote chaos rollercoaster geweest die continu zo ging eigenlijk. En het verbaast me eigenlijk dat ik hier vandaag nog steeds zit met een lach op mijn gezicht. Ik weet oprecht niet hoe ik het doe. Maar ik wilde jullie even vertellen hoe het komt en wat er allemaal gebeurd is. En waarom ik besloten heb om een break te nemen. Goed, het begon allemaal met mijn woning. Ik kreeg op, 28 juni, kreeg ik een mail van mijn huisbaas. Dat ze wilde dat ik per 1 augustus zou vertrekken. Dus als het eind juni is, dan heb je 1 maand juli en dan zou je dus moeten vertrekken. Dus ik moest eigenlijk binnen een maand vertrekken. Nou, ik woonde hier al bijna 2 jaar. En ik weet van dat ik huurrecht heb en dat soort dingen. Maar daar hadden ze eigenlijk gewoon een beetje lak aan. Dus ze hebben eigenlijk continu geprobeerd om mij en mijn huisgenoot weg te krijgen. Uiteindelijk, kijk, ik ga pas ergens heen als ik een nieuw plekje heb gevonden. En het was gewoon niet makkelijk om een nieuw plekje te vinden. Dus ik zit hier nog steeds, maar niet voor lang. Goed, de situatie is nu zo. Mijn 2 huisgenoten zijn vertrokken doordat ze zoveel hebben gedreigd. En ik ben nu in communicatie met hun advocaat. Om te kijken of ze misschien een andere kamer aan mij kunnen aanbieden. Maar het feit is wel dat ik zo snel mogelijk dus moet vertrekken. En dat is super stressvol, want elke dag word je wakker in je bed en je weet niet of je hier nog kan blijven. Je weet niet wanneer die huisbaas wil dat je weggaat. Je weet niet of je een nieuwe kamer toegewezen krijgt. Je bent aan het nadenken of je spullen misschien naar Zeeland moet verhuizen, waar ik vandaan kom. Maar dat betekent dat ze ook weer terug moeten als ik hier een nieuw plekje heb gevonden. Kortom, het is gewoon echt chaos als je woonplek niet in orde is. Je woonplek is het fundament van je leven eigenlijk. En dat probeerden ze weg te nemen. En dat heeft bij mij al zoveel stress opgeleverd dat ik gewoon, dat ik gewoon gek werd eigenlijk. Dus dat was echt al een situatie die voor mij super stressvol was. Want ik kom niet uit Rotterdam. Ik heb, ben altijd opgegroeid geweest in Zeeland. Dus ik kan niet zomaar terug naar huis. Ik kan niet zeggen, joh, hier mijn spullen en ik ga lekker terug naar huis. Want ik heb hier mijn netwerk opgebouwd. Ik wil hier blijven wonen. Ik heb hier mijn vrienden en dat zetten ze dus allemaal even op het spel. En als je die situatie hebt, toen kreeg ik ook nog te horen dat iemand in de familie ernstig ziek was. Ze zou 5 maanden te leven hebben. En dat viel bij mij ook echt heel zwaar. Vooral die 2 situaties bij elkaar, dat ik dacht, ik wil heel graag naar Zeeland. Maar ik moet ook hier blijven om een nieuw plekje te kunnen vinden. Want anders dan gaat het echt niet lukken. Dus dat was super heftig. De situatie is nu zo dat ze, dat het eigenlijk naar weken is gegaan. En dat het dus misschien ook wel dagen gaan worden. Dus ik heb een paar dagen geleden afscheid genomen van haar. En dat was ook heel moeilijk. Dus dan heb je die 2 situaties, maar we waren nog niet klaar, jongens. Er is nog meer gaande. En in de tussentijd dat ik dus hoorde dat ik mijn woning uit moest en dat ik die communicatie had met die advocaat, dat er iemand in de familie ernstig ziek was, was er ook een opdracht die bij mij afliep. Dus ik moest ondertussen ook nog acquisitie doen voor nieuwe klanten. Wat ook best wel wat energie, motivatie en natuurlijk ook wel wat stress kan opleveren. Vooral met de andere situaties die gaande waren. Ik moet zeggen dat ik daar niet per se heel bezorgd over ben. Maar dat kwam er dus nog wel bij. Toen dacht ik van, nu moet ik het toch wel echt gehad hebben, weet je wel. Toen gebeurde er nog iets anders. Toen brak mijn externe geheugenkaart, waar al mijn videofiles op staan, die brak af in mijn laptop. Ja, je gelooft het niet. Ik wist oprecht niet dat het kon gebeuren. En ik geloofde mijn ogen niet toen ik het zag. Hij zat dus in mijn laptop en het was alleen maar dat zilveren dingetje waarmee je hem dus in je laptop steekt. Ja, die stak eruit. Ik laat hier wel een foto zien, maar ik werd echt gillend gek. Echt gewoon gillend gek. Maar goed, dat was gelukkig daarna geregeld en opgelost. Maar dat was wel precies het moment dat ik een video moest uploaden. Dus ik werd echt gillend gek. Ik dacht, nee, dat meen je niet gewoon, weet je. Dit ook nog. En ik ga dus binnenkort op vakantie. Daar heb ik echt onwijs veel zin in. En toen wij dit boekten, hadden we eigenlijk nog een corona voucher van de vorige reis die we hadden geboekt, die niet door was kunnen gaan.
En we hadden dus nu geboekt voor het einde van augustus. En we hebben twee reizen, dus we gaan naar Tenerife en naar Parijs. En nu hoorden we dus dat Parijs dus ook... dat je dan 14 dagen in thuisquarantaine moet en dat soort dingen. Maar we hadden echt oprecht alles al gepland. Hè? Dus we hadden hotel, ik had al gekeken voor restaurantjes, Disneyland, dat soort dingen. Dus ja, we konden eigenlijk niet meer heel veel veranderen los van het hotel. Dus we zitten nu wel zeg maar, met ons hotel buiten Parijs om die thuisquarantaine te voorkomen. Want we hebben ook nog een bruiloft in Parijs. Dus we hebben daar een jurk voor aangeschaft. En mijn vriend heeft daar een pak voor aangeschaft. Dus het is niet zo dat we zomaar konden zeggen van, weet je wat, we gaan wel een andere keer naar Parijs. Nee, het is echt niet alleen voor ons, het is ook voor haar. We willen speciaal bij die mooie dag van haar zijn. En dat heeft ze ook voor ons geregeld. En ja, dat willen we gewoon niet missen. Dus ik had echt zo'n zin om op vakantie te gaan. En ja, ik keek daar echt naar uit. Maar toen met de corona er nog bij, dat ik dacht van... oh my god, ik moet nu nog zoveel extra dingen gaan regelen omdat er toch een tweede golf aankomt. En Parijs moet ik omboeken, dat ik zoiets had van wow, ik had me hier zo op verheugd om lekker op vakantie te gaan, gewoon lekker rustig. En bleek dat ik daar dus ook nog allemaal dingen, formulieren, omboekingen voor moest regelen. En toen, ja, toen zat ik echt tot hier. Dus dat is wat er is gebeurd en... ja, ik wil er even eerlijk over zijn tegenover jullie, want hè, jullie zien wel video's van mij op Instagram voorbij komen. En daarin laat ik ook heel erg gewoon zien van, hey, dit is mijn leven. Af en toe gaat het gewoon kloten. Soms gaat het ook supergoed. Ik laat gewoon zien hoe het is. Ik ben gewoon eerlijk met jullie en daarom wilde ik ook gewoon deze video maken. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Niet bij mij, niet bij jou, niet bij de buurman, nergens niet. Dat kan gewoon niet. En hoe ik het nu doe, zeg maar, ik probeer dingen te parkeren. Kijk. Er zijn dingen waar ik zelf invloed op heb. Er zijn ook heel veel dingen waar ik weinig invloed op heb. En ik probeer gewoon zoveel mogelijk met mensen te praten in plaats van het allemaal in mijn eentje te verwerken. Want persoonlijk kan ik daar nog wel een handje van hebben om te zeggen, joh, ja, ik ga daar even een hoekje zitten en ik ga erover nadenken. Maar dat je erover kan praten, geeft ook mensen de ruimte om misschien hulp aan te bieden. Misschien kennen ze toevallig wel iemand. Als je er niet over praat, dan weet niemand dat het gaande is. En dan... kan iemand je ook helpen als je dat nodig hebt? Oké, dus dat waren echt alle situaties waar ik de afgelopen 3 weken mee heb moeten dealen. Dus goed, ik heb besloten daarom een break te nemen. Ik ga lekker op vakantie. Daarna kom ik terug en dan wil ik gewoon een maand lang aan mijn bedrijf gaan werken. Ik ben bezig met een nieuw bedrijf, een nieuwe strategie. Er komt zoveel dingen bij kijken, maar ik heb er zo onwijs veel zin in. En daar moet ik mezelf de tijd voor gunnen. Want als ondernemer kun je heel erg hebben dat je... oh, je moet je website nog aanpassen. Oh, je moet je social media strategie opnieuw doen. La 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 la. En dan gebeurt het er altijd naast. En dat is iets wat ik niet wil doen. Ik wil nu echt het fundament opbouwen. En vanaf die maand echt gaan knallen. Goed, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat deze video je een beetje de uitleg hebt gegeven die je nodig had. Mocht je nog vragen hebben, laat het hieronder in de reacties dan weten. Of je kan me ook altijd een berichtje sturen via Instagram. En... dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg! Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video vertel ik je waarom ik heb besloten om een break te nemen. Omdat de laatste 3 weken bij mij 1 grote chaos zijn geweest. Dus, ben je benieuwd wat er allemaal gebeurd is en waarom ik vandaag deze video maak? Blijf dan kijken.